Een luis in de pels, hè, wordt de jongere afdeling genoemd. Dat lijkt me nog best wel lastig, want het CDA is er zoveel op aan te merken, op die partij, wat jou betreft. We doen ontzettend veel dingen goed, maar het kan altijd beter. Wat zou ik beter kunnen? De afgelopen jaren onder Buma zijn we wel een beetje opgeschoven naar de rechtsconservatieve kant. En we hebben in het CDA over, waar vinden wij dat het CDA heen moet? En dan denken wij soms wel, het mag wel eens weer wat naar het midden. Dan, hoe komen we dan in dat midden terecht? Wij vinden... Wat gaf bijvoorbeeld wat ongemak? Omdat je dacht, sorry hoor, dit vind ik een beetje te conservatief. Wat ongemak. Ja. Soms trappen we net iets te vaak op de rem bij het klimaat bijvoorbeeld. Ook al juist als christendemocraat, als je rentmeesterschap zo hoog hebt, dan mag je ook wel de voortrekkersrol nemen in dat klimaatdebat. Hoeft niet te betekenen dat we opeens allemaal CO2-heffingen in gaan voeren. Absoluut niet. Maar die verantwoordelijkheid nemen om juist Nederland verder te krijgen en goed door te geven aan de volgende generaties, dan mag je verantwoordelijkheid nemen. Maar dat kan ook bij de jongere afdeling van GroenLinks, of misschien zelfs daar wel beter. Nee, uiteindelijk is het CDA echt de partij van het midden, die aan alle belangen denkt. Niet alleen die van werknemers, ook die van werkgevers, van mensen met een wat kleinere beurs en een grote beurs. En daarom lijkt mij het CDA de partij die het beste is voor Nederland. Ja, je bent